Is het voor jou je droombaan? Je bent toch eigenlijk Mr. Roda? Nou, ja. Tuurlijk, hè. Ik heb mijn hoogste trainersdiploma niet voor niks gehaald. De vraag is of het op deze manier moet. Waarom denk je dat ze voor jou kiezen? Ik denk optie 1 is, ik ben natuurlijk ook redelijk in prijs ben ik wel voordelig, denk ik. Gezien de financiële situatie is dat ook, hè. Zo eerlijk moet je ook zijn. Van de andere kant denk ik ook dat ze wel gezien hebben wat ik wel en niet kan als trainer. Hoe moeilijk is het voor jou om nu in te stappen? Want zondag is toch wel de kraker. Nee, maar goed, maar of we nu tegen Heerlen 4 speelden of tegen Tractor Peking. Op het moment dat dit gebeurt, is iedere wedstrijd moeilijk. En nou, dat is het NBV. Maar dat is in principe ook weer een hele mooie uitdaging. Omdat je daar misschien ook wel het vervelende van de afgelopen weken, maanden, wat sommige jongens hebben, weg kunnen spoelen. Wat gaan we straks zien? Gaan we grote verschillen zien? Bijvoorbeeld qua keuzes op het veld? Nee, ja goed. Ik vind dat altijd vreemd om te moeten constateren. 150 jaar geleden zijn we met voetbal begonnen. Hè, en toen was het eerst van dorp naar dorp. Maar de doelen staan op precies dezelfde plek. De cornervlaggen, de middenlijn is nog altijd de middenlijn. Dus je moet het ook niet moeilijker maken dat het is. Je moet wel binnen de mogelijkheden en je onmogelijkheden van je spelers gaan denken. En daar heb ik wel een idee over. Alleen dat idee dat moet ook stroken met de kwaliteiten van je spelers. De doelstelling van Veldhoven is nog steeds play-offs halen. Dat is bij jou bekend. Hoe ga je dat doen? Ja, we staan op een play-off plek. Dus dat moeten we proberen te handhaven. Of zelfs zien te verbeteren.